Feyenoord heb jij meegenomen? Ja, ik moet het even hebben over mijn oude liefde. RBC Roosendaal. De club ook daar, Jacqueline. Nee, RBC Roosendaal, de club waar ik ooit gevoetbald heb in het jaar dat ze failliet gingen. Toen zijn ze dus failliet gegaan en moesten ze opnieuw beginnen in de zesde klasse. Na een aantal promoties doorgestoten naar de tweede klasse. Oh ja. En nu kunnen ze over 2 weken kampioen worden in de tweede klasse. Gaan ze naar de eerste klasse. Grote groep sponsoren erachter. En wat leuk is, dit is op TikTok nu een soort van iets viraal aan het gaan. Dat het vet zou zijn, want ze spelen nog in het oude stadion. Dat het vet zou zijn als dat stadion weer vol zou zitten voor die kampioenswedstrijd. Oh, hoeveel kunnen daarin? Volgens mij 4200. 4500, zoiets. Ik zou daar geen reclame van maken, want je hebt al die mensen nodig in Tivoli. Dus ga daar niet heen. Nee, maar er is volgens mij Mark TP op TikTok. Daar kreeg ik een bericht of ik het ook even in de podcast wilde noemen. Dat wilde ik natuurlijk graag, omdat ze willen dat... En ik zag mensen uit Friesland die gingen komen. Leuk. Volgens mij uit Amersfoort. Ga jij of niet? Nou, ik ben misschien dat weekend aan het verhuizen, maar anders ga ik er zeker wel doen. Als er nog kaartjes zijn, want je kan dus blijkbaar zo makkelijk uitverkopen. Maar dus de oproep om 16 april 2:30... naar RBC te gaan. Dan kunnen ze naar de eerste klasse. En het doel is weer terugkleren in profvoetbal. Spelen ze nog steeds met Vacan Soleil als sponsor of niet? Nee, wat heb ik daar nou ooit gehad? Ik had ook zo'n treurige sponsor. Nou, maakt niet uit. Graag 16 april 2:30. Je hebt toch gezegd.